Waarom moet je nooit zomaar langs een graftombe lopen? Dit is de Universiteit van Nederland. Wisten jullie dat heel veel middeleeuwse kunstwerken een macaber randje hebben? De schilderijen, de beelden, de kerken die je bezoekt op vakantie, die zijn onlosmakelijk verbonden met de dood. Ze werden gemaakt door de middeleeuwse kunstenaars om mensen te herinneren aan dat lot dat ze te wachten stond. Om ze bang te maken voor de naderende dood. Om ze hoop te bieden op een leven na de dood. Of om ze op te roepen om te gaan bidden voor het zielenheil van de overledene. De vraag die ik vandaag met jullie wil beantwoorden is: waarom moet je nooit zomaar langs een middeleeuwse graftombe lopen? Ik ga jullie meenemen 700 jaar terug in de tijd. We gaan naar Utrecht, naar het Domplein, of eigenlijk naar de Domkerk. En die Domkerk, daar werd heel hard aan gebouwd. Een nieuwe kathedraal werd gebouwd. En in 1317, op die dag in mei, gonste er een gerucht rond over het Domplein. Want bisschop Gwijde van Avennes, de baas van de kathedraal, de allerbelangrijkste man in Utrecht, die was net overleden. En wat gebeurt er dan eigenlijk wanneer je sterft? Wat stond de ziel van bisschop Gwijde te wachten? Nou, voor de middeleeuwen die overleed, waren er drie opties. Je ziel kon ten eerste naar de hemel. Verreweg de beste optie, maar weggelegd voor weinigen. Want om in de hemel te komen, moest je bijzonder heilig leven, een paar wonderen verrichten. En het zou ook helpen als je een marteldood stierf. De andere optie is iets minder prettig. Dat was een rechtstreeks ticket naar de hel. En die hel was voor behouden aan mensen die bijvoorbeeld een doodzonde hadden gepleegd, hun buurman hadden vermoord of die het ketterse geloof aanbeden. En de derde optie, dat was eigenlijk de optie die voor die gewijde te wachten stond en die ook voor een heleboel andere overleden middeleeuwse zielen aan de hand was. En dat was het vagevuur. En dat vagevuur, dat is heel belangrijk voor mijn verhaal vandaag. Hoe zit het? Men geloofde dat men zondig was en dat die zonden uitgeboet moesten worden in dat vagevuur. En je moet zich voorstellen dat vagevuur, dat is eigenlijk zo simpel als een rekensommetje. Ik stel een brood van de bakker, bam, 15.000 dagen zonde uitboeten in het vagevuur. Ik ga biechten, zeg dat het me ontzettend spijt, bid een aantal wezengroetjes, bam, 5.000 dagen er weer vanaf. Echt een optelsommetje. Je kon dus zelf bij leven invloed uitoefenen op het lot van je onsterfelijke ziel. Bijvoorbeeld door op pelgrimstocht te gaan, door aflaten te kopen. En je kon ook, als je al gestorven was, zorgen dat de levenden voor jou beden en zorgen dat jij korter in dat vagevuur terecht zou moeten komen. En daarmee zijn we aangekomen bij de middeleeuwse grafmonumenten, want die konden daar namelijk bij helpen. We zien hier het grafmonument van de hertog van Bourgondië, Philips de Stoute, in Dijon. En op dat grafmonument zie je de hertog en zijn vrouw, afgebeeld als gisant. Dat zijn lichtbeelden, ze hebben de handen gevouwen. En ze wachten eigenlijk op dat moment dat ze weer gaan opstaan en dat ze kunnen beginnen aan dat eeuwige leven, hopelijk in de hemel. Prachtig monument, interessante beelden, maar het allermooiste speelt zich af op de zijkant van de tombe. En we zien hier een prachtig detail van de zogenaamde pleurans. En pleurans, dat zijn de rouwbeelden. Kijk met me mee. We zien figuren in hele zware mantels. De mannen of vrouwen, dat kunnen we niet zo goed zien, deppen hun tranen af met het puntje van hun mantel. En de beeldhouwer, een Hollander, Klaus Schlüter, heeft ervoor gezorgd dat wij meeleven met die figuren. Als een hele goede regisseur heeft hij ervoor gekozen om niet het verdriet te laten zien, maar juist om ons voor te laten stellen hoe ontzettend treurig die pleurans op die graftombe zijn. En dat heeft een functie, want dat was namelijk de bedoeling van dat grafmonument. Dat grafmonument, dat was een gebedsmachine. Die diende om ons te raken en om ons te inspireren om te bidden voor het zielenheil van die overleden graaf. Van Dijon gaan we overspringen naar Utrecht, want ook bisschop Gwijde had een grafmonument in Utrecht. En eerst wil ik even stilstaan bij wie dan die bisschop Gwijde was.
Gewijde was de bisschop van Utrecht. En ik heb hier een prachtig kaartje van Nederland aan het begin van de 13e eeuw. En je ziet die roze gekleurde delen, sticht en oversticht. Dat waren de gebieden waar bisschop Gewijde wereldlijk heer over was. Want een bisschop in de middeleeuwen was iemand die moest zorgen voor het zielenheil van zijn kudde. Maar die had ook gewoon een leger, die trok ten strijde. En Gewijde die trok vaak ten strijde met zijn broer Jan. Je ziet hem daar naast hem staan, afgebeeld met een kroontje. Jan was de graaf van Henegouwen, Holland en Zeeland. Hier geel gekleurd op de kaart. Je kunt zien dat die twee broers eigenlijk over best wel een groot deel van Nederland de scepters waaiden. Verder waren er nog twee broers, bisschop Willem en bisschop Burghard. En Willem en Burghard die waren allebei bisschop in Metz en in Cambrai. Die familie van de Avennen had een hele flinke vinger in de pap van de vroeg 14e eeuwse politiek. Nou, en dat grafmonument dan van Gewijde, ik zei het al, dat bevond zich in de Domkerk in Utrecht. En was dat dan ook zo'n gebedsmachine zoals het grafmonument van Philips de Stoute? Of is hier misschien iets anders aan de hand? En daarvoor gaan we even kijken in de Domkerk. Dit is de graftombe van Gewijde van Avennes. En je ziet de bisschop hier liggen als gisant, een lichtbeeld, op zijn eigen tombe. De bisschop ligt met zijn ogen geopend en met zijn handen gevouwen. En hij wacht op het laatste oordeel, het moment dat hij weer op zal staan. En als je kijkt, dan zie je dat het een bisschop is door zijn mijter. Denk even aan Sinterklaas. Aan de voeten van de gisant zie je de restanten van twee draken. En als je goed kijkt, zie je hier nog een klauw van een draak. En hier zie je zijn staart. En die draken die symboliseren het kwaad dat vertrapt wordt door de bisschop. Op de zijkant van de tombe zijn pleurans afgebeeld, de rouwbeelden. Het zijn er 10. Ze staan allemaal in hun eigen nis en hebben allemaal verschillende kleding aan, verschillende houding en verschillende gebaren. Ze zijn stuk voor stuk uniek. We kijken nu naar de eerste pleurans. En ik heb een lamp meegenomen zodat je goed het contrast kunt zien. Als je naar deze figuur kijkt, dan zie je dat hij hier zijn handen onder zijn oksels wringt. En dat is een symbool van rouw in de middeleeuwen. Hij laat dus zien dat hij treurt om de overleden bisschop. Als je naar die handen kijkt, dan snap je dat de beeldhouwer zich er makkelijk van af had kunnen maken. Hij had die handen onder die oksels kunnen verstoppen. Maar hij heeft ervoor gekozen om alle vingers weer te geven. En als je bedenkt dat dit een hele harde steen is om te houden, dan snap je dat dit een beeldhouwer moet zijn geweest die ontzettend veel kwaliteit bezat. We zijn nu aan de andere kant van de tombe, want één van de pleurans, deze past niet in het rijtje. Ik heb hier mijn handige duimstok en ik ga hem eventjes op de schouderlijn van de beelden houden. En als je dan kijkt, dan zie je dat deze figuur veel lager is geplaatst. Is dit een foutje van de beeldhouwer? Ik denk het niet. Ik zei net al, een vakman met kwaliteit. Die heeft niet zo'n fout gemaakt. Dus er is hier iets vreemds aan de hand. Ja, er is hier iets vreemds aan de hand. En wat dan precies? Hè? Hoe moeten we daar nou achter komen? Waarom staat die ene figuur lager? Nou, ik zei net al in de reportage, niet omdat de beeldhouwer een fout heeft gemaakt. Daarvoor was hij echt te goed. Hè? Die handen die hij heeft weergegeven onder die oksels zijn zo mooi uitgewerkt. Het is onmogelijk dat die beeldhouwer vrijdagmiddag dacht, nou, ik heb er geen zin meer in. Kijk even naar deze figuur. We zien dat hij op zijn hoofd de aanzet heeft tot een mijter. Een mijter op zijn hoofd. We zien hier een soort hoge kraag. En die kraag is een amict. En een amict maakt deel uit van de liturgische kledij van een bisschop. We zien hier zijn mantel hangen. Dat is een kazuifel, ook onderdeel van die liturgische kledij. En tot slot heeft hij een staf in zijn hand. Oftewel, door goed te kijken naar deze zwaar beschadigde figuur, kunnen we toch nog opmaken dat we hier van doen hebben met een middeleeuwse bisschop. Maar dat dat een bisschop is, verklaart natuurlijk nog niet waarom die lager is geplaatst. En om daar nou achter te komen, ben ik de archieven ingedoken. In het Utrechts archief ligt de zogenaamde monumenta. En de monumenta is een handschrift uit de 17e eeuw, gemaakt door Arnoud van Bugel. En die Arnoud van Bugel was oudheidkundige en een genealoog. En die heeft van heel veel Utrechtse monumenten opgeschreven hoe die er in de 17e eeuw uitzagen.
En over de tombe van gewijden schreef hij: in de kapel staat op een tombe die boven de vloer uitkomt een ander grafschrift. Met letters die niet erin gebeiteld, maar erop geschilderd staan in een kleur die al aan het verbleken is. Maar dit is gewijden van Avin. En dat is natuurlijk interessant, hè? Een kleur die al aan het verbleken is. Zwarte tombe kan niet verbleken. Was die tombe ooit gekleurd? Met die vraag ben ik naar de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed gegaan. En we hebben samen technisch onderzoek uitgevoerd op die tombe met een XRF-scanner. Heel simpelweg gezegd betekent dat je straling op een tombe afvuurt en dat je atomen terugkrijgt. En die atomen kunnen we in sommige gevallen herleiden tot kleur. Zo vonden we bijvoorbeeld goud op de tombe. Wat een aanwijzing is dat er waarschijnlijk bladgoud op de tombe heeft gezeten. Daarnaast vonden we kwik. En kwik is onderdeel van een rood pigment. En de meest interessante vondst was lood over de gehele tombe. En lood is onderdeel van de kleur loodwit. En loodwit is een grondering, een grondverf in de middeleeuwen. Net als dat je je muurtje thuis even in de grondverf zet, deed men dat ook op grafmonumenten. Je maakt hem eerst helemaal wit en dan kan je hem kleuren. Oftewel, dat grafmonument van gewijden was in de middeleeuwen helemaal niet dat grote zwarte brok steen. Hij was volledig gekleurd. En toen ik wist dat hij gekleurd was, toen had ik ook de verklaring voor die lagere plaatsing van die bisschop. Kijk even met me mee naar de reconstructie van de bisschopspleurant. We zien hier de bisschop staan. En ik ga je eventjes laten zien wat er gebeurt. Ik heb hier een figuur uit een miniatuur opgeplakt. Ja, daar is die. Het is een miniatuur van een kroniek dat ongeveer uit dezelfde tijd komt. En ik wil niet zeggen dat die bisschop er zo heeft uitgezien, maar het geeft een beetje een indicatie van hoe je zo'n bisschop moet voorstellen. En boven dat hoofd van die bisschop heeft zich, denk ik, een wapenschild bevonden. Als we dan eventjes teruggaan naar een fragment van een broertje of een neefje van bisschop Gewijde, dan kan je zien hoe dat werkt met die middeleeuwse wapenschilden. Dit grafmonument is afkomstig uit Valenciennes, ik zei het al, van een neefje van bisschop Gewijde. En je ziet hier dat de pleurants wapenschilden vast hebben. Nou, die wapenschilden, dat zijn het visitekaartje van de middeleeuwse adel. Je kan dat een beetje vergelijken met een logo van een bedrijf als Heineken. Heineken maakt bier, zet het logo op de flesjes. En dat logo vind je ook terug op de cafés, op de shirts van de teams die ze sponsoren, op de merchandise. En zo werkte dat ook voor die middeleeuwse adel. Overal waar ze hun logo op konden plakken, deden zij dat. Die wapenschilden die konden worden gebruikt ter identificatie. Dus je kon weten aan de hand van die wapenschilden welke personen er op dat grafmonument stonden. En als we dan nadenken over die bisschopspleurant met dat wapenschild boven zijn hoofd, dan blijkt dus dat we die figuur op die graftombe konden identificeren. We konden weten wie die persoon was. En wie was hij dan, hè? Vraagt u zich af. Herinnert u zich nog die stamboom die ik heb laten zien? Daar stond op dat twee van de broers van Gewijde bisschop waren. En ik denk dat die twee broers, Willem en Burgard, de twee eerste figuren zijn op het grafmonument in Utrecht. Dus Gewijde heeft zijn broers op het grafmonument laten afbeelden. Daarnaast heeft waarschijnlijk zijn broer Jan erop gestaan. En waarschijnlijk ook zijn vader en eventueel zijn grootvader. En dat is op zich niet zo heel raar, want ik liet u net de tombe van het neefje zien met die pleurants. En ook de broer van Gewijde had een graftombe met pleurants die identificeerbaar waren. Maar het is toch vreemder dan dat je op het eerste gezicht zou denken. Want er is namelijk in heel Noord-Europa maar één andere tombe van een bisschop bekend met van die wapenschilden erop. Een tombe waar je de figuren kan identificeren. En als je nadenkt over de functie van een bisschop, want een bisschop is een geestelijk herder, de hoeder van zijn kudde van zielen die hij naar de hemel moet krijgen, simpel gezegd. Dan kan je je voorstellen dat een graftombe voor een bisschop vaak zo'n gebedsmachine is. Zoals de tombe van Philip de Stoute, die je oproept om te bidden voor het zielenheil van de overledenen. Maar de tombe van Gewijde is dus anders. Die zou je kunnen lezen als een politiek pamflet. Wat is hier aan de hand? Een bisschop is in de middeleeuwen een gekozen ambt. Je wordt verkozen tot bisschop. Je kan dat niet erven.
En de nabestaanden van gewijden, die waarschijnlijk verantwoordelijk zijn geweest voor de tombe, hebben in het centrum van de macht van de bisschop van Utrecht een monument geplaatst dat zegt: de relatie tussen het bisdom Utrecht en de graven van Holland, Henegouwen en Zeeland, die gaat al heel ver terug en we willen die relatie ook graag zo houden. Dus de banden tussen aan de ene kant Holland, Zeeland en Henegouwen en aan de andere kant het bisdom Utrecht komen tot uiting in dat grafmonument. Geen gebedsmachine, maar een politiek propagandamiddel. Concluderend, ik heb aan de hand van archiefonderzoek, technisch onderzoek en ook heel goed kijken geprobeerd een beeld te schetsen van het grafmonument van gewijden. En er zijn eigenlijk twee nieuwe vondsten. De eerste vondst is dat je die zwarte tombe, zoals die nu ziet, in de middeleeuwen niet eens had terug kunnen vinden. Hij was heel rijk beschilderd. Er zat goud op, er zat rood op, er zaten allerlei verschillende kleuren op. En de tweede vondst is dat de boodschap van het grafmonument anders is dan dat we hebben gedacht. Niet de anonieme rouwers van Philips de Stoute, maar de heraldiek op het grafmonument van gewijden, een politiek pamflet. Terugkomend op de vraag, waarom moet je nou nooit zomaar langs een middeleeuwse graftombe lopen? Als je in de middeleeuwen, of als je in een museum bent, of in een kerk, op vakantie in Frankrijk, bedenk je dan dat de objecten die je daar ziet er waarschijnlijk heel anders uitzien dan dat ze er ooit in de middeleeuwen uitgezien hebben. Ze zijn overschilderd, ze zijn verbleekt, ze zijn verplaatst. En als je daar nou staat, denk dan nou gewoon eens even na over die originele context. Hoe hebben ze eruit gezien? Probeer je te verplaatsen in de makers. Wat is de boodschap van die grafmonumenten? En als je dan heel goed kijkt en iets raars ziet, dan ben je vast iets heel moois op het spoor. Dank je wel voor jullie aandacht.